We staan hier bij de ingang van de camping van het Festival Mouniel. Het festival is vandaag van start gegaan, maar gisteren kwamen de eerste campinggasten al aan. Het regende, het hoosde, maar dat weerhield de campinggasten er niet van om de sfeer erin te houden. We gaan eens even kijken. Wat brengt u naar Festival Mouniel? De mix van alles door elkaar. Dans, muziek, theater, bandjes, alles. Waarom op de camping, niet in een hotelletje hier in de buurt? Gevoel van vroeger. Ja, dan maak je gewoon alles niet mee. Ja. Campinggevoel hoort er ook bij. Zoals wat dan? Wat is voor u het campinggevoel? Ja, gewoon een gezelligheid. S'avonds na die tijd nog. En zoals nu 's morgens. Wachten voor de wc's en dat soort dingen. Dat is de gezelligheid, hè. Goedemorgen. Hoe gaat het met de tent opzetten? Ja, gaat goed. Ja? Eerste nacht? Eerste nacht inderdaad. We wouden gisteren komen, maar het was zo slecht weer. Dus ja. We zijn vandaag gekomen uit Antwerpen. Dus Super. Kijk er naar uit. Eerste jaar Festival Mouniel? Eerste jaar. Vorig jaar was ik naar Afro Latino gegaan. Dus gelijkaardig festival in België. En nu zien we dat in Nederland. Hebben jullie iets te vieren vanwege de vlaggetjes? Het is gewoon één groot feest. Nee, ik weet het niet. Het is ons vaste festivalteentje. Dus. Kun je het ook herkennen s'nachts natuurlijk? Ja, precies. En hoe komt het dat jullie er vandaag zijn en niet gisteravond? Omdat gisteren stortregende. Oké. Ik weet niet of dit tentje het aankan. Nee, dat is niet. Dus ik hoop ook dat het nu droog blijft. Hoe was jullie nacht? Ja, prima eigenlijk. Ja? Dus, geen last gehad van de regen? Nee, alles is daar droog gebleven. Dus dat tentje was een beetje nat. Maar, Want wat hebben jullie gisteravond hier nog gedaan? Nou, een beetje gedanst daar, gezellig. En was eigenlijk een leuke sfeer, hadden we net over. Is het jullie eerste jaar Festival Mouniel? Voor mij wel. Voor haar niet. Want jij bent hier vaker geweest? Hoeveelste jaar dan? Ik denk vierde. Ja, okay. Vorig jaar heb ik de eerste camping en nu, nu weer. En waarom Festival Mouniel? Ja, gewoon leuk, de sfeer, mensen, muziek. U bent vanochtend al gekomen of gisteravond? Gisteravond. Oké, hoe was de nacht? De nacht was kort. Ja. Hoezo, wat dan? Nou, gewoon lekker lang met een wijntje buiten gezeten. Oké. Helemaal prima. Oké, nou, veel plezier vandaag nog. Dankjewel.